Jean-Julien Royer, jullie debuut gemaakt als koppel. Hoe is dat bevallen? Ja, het was echt super om natuurlijk naast Jules te staan. Al Grand Slam overwinningen, heel veel ervaring. Ik kan er heel veel van leren. Ja, en om uiteindelijk op een Hisense zo'n pot te winnen, ja, dat kan op dit moment niet beter, denk ik. Jean-Julien, jij hebt al wat vaker gemixt. Je hebt al een Grand Slam titel in het dubbelspel, in het gemengd dubbelspel te pakken. Wat betekent het gemengd dubbelspel voor jou? Ja, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Het is ook een kans om een Grand Slam titel binnen te halen, dus dat is belangrijk. Ik heb mijn eerste titel, Grand Slam titel, als een mixed dubbel. En dat gaf me ook meer vertrouwen natuurlijk om daarna mijn herendubbels titel te winnen. Dus het is natuurlijk belangrijk en ik neem het heel serieus aan. Vandaag ook de tegenstander zei tegen me dat ik de meest serieuze mixed dubbel speler ben. Maar ja, het is belangrijk. Maar je wilt ook natuurlijk genieten en dat hebben we vandaag ook gedaan. Heel leuk op de baan gezeten met Demi en een mooie overwinning gehad. Staat hier dan stiekem toch net iets minder druk op dan bijvoorbeeld bij een damesdubbel of een herendubbelpartij? Nou ja, ik neem ook alle wedstrijden gewoon serieus en als je eenmaal op de baan staat, dan wil je gewoon winnen. Dus ja, een druk, ik denk dat dat wel een beetje hetzelfde blijft. En sowieso vandaag voor mij was nog maar de tweede mix die ik ooit gespeeld heb en de eerste keer met Jules samen. Dus ja, dat was zeker wel spannend. Laatste vraag, Jean-Julien, is dit misschien een koppel dat ooit een gooi gaat doen naar de Olympische titel? Ja, kan wel. Demi doet het nu heel goed ook met haar dubbel, dus moeten we ook voor haar, zeg je, uitkijken of ik weet niet hoe je dat zegt. Maar ze is heel goed aan het spelen, vandaag heeft ze weer een mooie pot gespeeld. Hopelijk kunnen we ook in the future samen spelen. Maar dat zou leuk zijn. Alleen ik speel niet zo vaak mixed dubbel. Maar ja, hopelijk kunnen we hier nog een paar wedstrijden spelen en ook aan meerdere toernooien samen spelen.